Ja, het is ook niet te omschrijven. Het is het niet. Zag wat er gebeurde qua emotie als ik daar weer, hè, dat gevoel. Het enige wat ik denk, oh, ik mag het nog een keer meemaken. Katja de Rijk is 57 jaar. Getrouwd met Ruud. Twee zonen, Tom en Sander. Die allebei de huisarts zijn en inmiddels ook papa zijn. Tom van een tweeling, Brook en Hoop. En Sander van Sky. Dus dat zijn onze pareltjes. Ja. Ik ben hartpatiënt vanaf 2006. En mijn cardioloog die vond het nodig met de klachten die ik had om weer eens een hartkatheterisatie te doen. En nou, dat vond ik prima. Dat vond ik helemaal niet vervelend. Ik had het eerder gehad. Ik was ook heel rustig. De dag van dat het zou gebeuren in het academisch ziekenhuis, bracht Ruud mij weg. Er zit wel een dingetje aan vooraf, want wij gingen naar het ziekenhuis en we konden de ingang niet vinden. En toen zeg ik tegen Ruud, nou, zet mij hier maar af. Nou, daar had hij wat moeite mee. Hij zegt, we zoeken nog even verder. En toen zegt hij, nee, het is goed. Ik ben ontspannen, dus zet mij hier maar af. Later heb ik wel eens gedacht van, hè, het voelt niet goed voor Ruud om me daar af te zetten. En later wat er gebeurd is, had helemaal waarschijnlijk een Ruud gevoel voor hem geweest. Dus nou, ik ging daar heel ontspannen heen. En het werd op de OK gedaan. En op de OK viel mij wel op dat er heel veel personeel was. Dat ik dacht, ik ben bekend met veel operaties, maar ik schat een man of 7, 8, dat vond ik best veel. En nou, ze zagen ook aan de monitor dat ik heel relaxed was. En van, nou, mevrouw de Rijk, we gaan beginnen. We maken een sneetje in uw lies. Ik vond het allemaal prima. Tot ze waarschijnlijk een minuut of 10 bezig waren. En toen gebeurde er een aantal dingen tegelijk. Ik kreeg ongelofelijke pijn op mijn borst. Daar ben ik mee bekend, maar dit was wel heel heftig. En ik hoorde alarmen afgaan op de OK. En ik zag, dit gaat in een paar seconden, maar dat pikte ik nog op. Ik zag dus in de ruimte zag ik heel veel beweging en er was paniek. Dat heb ik echt wel gevoeld. En die pijn, die zakte af toen ik ineens de kracht uit mijn benen zo, dat verdween. En toen bij mijn hand begon het. En die pijn ging weg. Het was echt bij mijn armen zo. En bij mijn borst ging die pijn weg. En er kwam zo'n ongelofelijke rust over me heen. Het was gewoon goed. Ik heb vroeger best wel eens van, nou, wat gebeurt er, hè? Als je zoiets overkomt, denk je aan je gezin, denk je niets, niets van dat. Daar heb ik me ook wel over verbaasd later. En die rust die ontstond, nou, het was, ik heb niet aan mijn gezin gedacht, niet aan Ruud, niets. Het was gewoon helemaal goed. En eigenlijk werd ik er heel blij van. En dat moment ging over in een, ik gleed, maar ook dat is voor mij nog steeds bijzonder, niet met armen en benen, kwam ik terecht in een tunnel. En die was zo ongelooflijk groot. Het kost me altijd moeite om dit te vertellen. En die tunnel was zo groot. Ik denk het is allemaal schatten wat ik doe, hè? 8 meter doorsnee. En ik was daar gewoon heerlijk rustig aan het zweven. Heerlijk. En die kleuren allemaal, lichte kleuren. Het waren geen harde kleuren. Lichtblauw, zacht oranje, lichtgeel. En dat
het vloeide over in elkaar. Het waren ook geen randen. Het vloeide allemaal, net zoals een regenboog, dat vloeit ook over. En ja, dan mocht ik gewoon zweven. En dan heb ik het nog niet eens over dat aan het einde, daar ging ik heel rustig naartoe, het witte licht. En dat voelde als een douche. Je hebt wel eens van die opnames met vertraagde druppels vanuit een douche. Ja, ik ben er heel lang naar op zoek geweest van hoe omschrijf ik dat. Maar die vertraagde druppels, ja, en dat ging dwars door me heen. En dat voelt voor mij als aangeraakt te zijn. En dat was, ja, magisch. En ik moest naar dat witte licht. En ik was vlak voor dat witte licht. En ik wilde dat bijna aanraken. En toen was het, je moet terug om want wat ik in die tunnel heb gevoeld, is die zulke grote liefde. En ik ben intens gelukkig. Ik heb een prachtig gezin, een liefdevolle relatie. Maar die liefde die ik daar heb gevoeld, dat is anders. Het is. Dat witte licht, daar was ik vlakbij. En toen werd er tegen me gezegd, hoorde ik een stem. En die zei, deze onvoorwaardelijke liefde die je hier voelt, die moet je uitdragen. Dat was mijn taak. Nou, de dingen die mij direct opvielen, was de ontzettende emotie. Dat was buiten proportie. Dat was heel heftig. Het licht op de OK, dat vond ik te heftig. Plus de geluiden van het personeel, die waren heel druk. Ze hingen boven me. Dat kwam allemaal gelijk dat ik dacht van wow, wat is er gebeurd? En ik was boos, had me daar gelaten. Ik heb dat niet gezegd, ik heb het niet gelijk gedeeld. Dat is pas later gekomen. Maar niet op dat moment. En ook wat ik voelde, ik snap het leven. Dat is misschien heel raar om te zeggen, maar ik had iets meegemaakt, wat wist ik niet, maar ik snap het leven. Waar het om gaat en. Voor mijn gevoel gaat dan wel, wat ik nu ook heb ervaren door die pijn op mijn borst, hè, wat niet prettig was, maar dat ook vrij snel overgaat in die rust. Dat is mijn gedachte erbij. Dat ik denk van, mocht je in een situatie komen, dat je daar ook in die rust komt. Die gedachte heb ik erbij. En dat zal ik pas weten als het zover is natuurlijk. Maar die pijn op mijn borst, die ging vrij snel over in die ongelofelijke rust. Dat mooie moment. Ik zeg, ik snap ook mensen die overlijden, zie je vaak dat ze zo'n heel tevreden gezicht hebben. Ik zeg, dat snap ik. Ik heb daar misschien ook wel op dat moment met een lach op mijn gezicht gezeten. Weet ik niet. Maar ik snap het wel. Nou ja, toen ik op een gegeven moment ging vertellen van wat ik had meegemaakt, toen merkte ik wel dat niet iedereen daarvoor open stond. Ik ben ook heel selectief geweest in familie, in vrienden, wie ik het wel vertelde en wie niet. Maar het was natuurlijk, mensen waren wel heel geïnteresseerd van hoe is het nou met je, want het is niet niks een hartstilstand. En ja, ik had Ruud natuurlijk wel allemaal dingen verteld. En Ruud vulde het vaak aan, want ik had ook wat moeite nog met praten in het begin. De eerste maanden was niet makkelijk, zeg maar. Dat is echt wel revalidatie geweest. En dus die heeft me ook wel geholpen. En dingen die ik ging vertellen, als ik ineens iets voelde van dit of dat gaat er gebeuren, heb ik het alleen eigenlijk met Ruud gedeeld. Niet met anderen. Totdat ik op een gegeven moment een vriendin van me dat vertelde. En die vond het interessant. Gewoon nieuwsgierig.
Dus die zei wel van, als je voor mij eens een keer wat doorkrijgt, wil je het dan vertellen. Dus zo ben ik dat eigenlijk heel langzaamaan gaan ontdekken. Ja, zo voelt het voor me, ontdekken. Maar de hoofdzaak is alles gedeeld met Ruud. En dat had ik voor mezelf wel nodig. Dat het geen onzin was wat ik voelde. Als ik een voorspelling kreeg die binnenkwam, dan deelde ik dat. En dan zei hij van, nou ja, een voorbeeld dat ik een situatie dat ik ineens doorkreeg in zinnen. Ik kreeg woorden door, een beetje steekwoorden. Daar moest ik zelf een zin van maken. Zo kwam het een beetje over. En dat was, er komt een ongeluk op de A6 met dodelijke afloop. Mijn eerste reactie was, bestaat er een A6? Dat wist ik niet. Dus wij zitten thuis aan de koffie en ik zeg tegen Ruud, ik krijg nou Zwitseraars door. Ik zeg, er komt een auto-ongeluk op de A6 en er vallen doden. Toen zegt hij van, nou, ik hoop niet dat je gelijk hebt. Ik zeg, nee, ik hoop niet. En dat was op een zondag. En die dag, ja, zijn we toch natuurlijk in de gaten gaan houden van, ja, is er een ongeluk? Er kwam niets. En wat voor mij heel vervelend is, die woorden of beelden, die blijven terugkeren. Tot vervelend aan toe blijft dat elke, en dat ik denk van, ja, nou weet ik het wel. En toen, die dag hebben we niets gezien op internet, er was niets gebeurd. Ik vroeg aan Ruud die A6, hij zegt, ja, dat is bij Lelystad in de buurt. Toen zitten wij de volgende dag, zitten we in het ziekenhuis en daar hangt in de wachtkamer zo'n televisiescherm met zo'n regel van nu.nl, die gaat onderlangs. En Ruud stoot me aan, hij zegt, kijk eens op het beeld. En er stond 3 doden op de A6. Ja, en dat maakt wel dat Ruud daar ingegroeid is. Van ja, hoe kan jij dit weten? Toen zei ik nog, ik voelde het heel sterk gisteren al. Toen heb ik nog nagekeken op internet. Toen bleek dat het zondag was gebeurd. Maar vanwege onderzoek is het 's maandags pas in het nieuws gekomen. Ja, je denkt dat je je gezin gaat missen. En hè, die wil je om je heen hebben. Maar niets van dat. En daar heb ik echt moeite mee gehad. Om dat ook uit te spreken. Van ja. Maar het was er niet. En ook die boosheid. Hè, van waarom ben ik boos dat ik terug ben. Terwijl ik zo'n prachtig leven heb. Er was niet één reden om al over te gaan. Hè, dus dat waren wel allemaal vragen van, wat is er gebeurd? Ik zeg wel eens, ik heb het gevoel dat ik gereset ben. Daar. Ik was 50 toen het gebeurde. En ik mocht terug met 50 jaar levenservaringen. Maar waar ook heel veel dingen van weg zijn. Waar ik gewoon niet meer bij kan komen. En ik mag het weer opnieuw invullen. En ja, dat doe ik volledig vanuit het hart. En dat kan ik niet anders meer. Het geruis van de wereld, zei ik wel eens. Ik zie allemaal geruis. Boze mensen. En ik voel hun binnenkant. Dus ik zie mensen niet, zeg maar, in mooie kapsels, mooie kleding. Of ik voel direct die binnenkant bij de mensen. En dat was nieuw voor me. Dat heb ik nooit gehad. Toen ik terugkwam, toen voelde ik direct van, mijn leven wordt nooit meer hetzelfde. Ik wist nog niet precies, maar ik had wel direct die innerlijke rust. Ongelooflijke innerlijke rust. Het leek wel of alles van me af was gevallen en terug mocht. En dan, ja, ik bepaal hoe ik dat weer in ga vullen. En wie daarbij past, dat gaan we zien. Maar die innerlijke rust die ik in me heb, ik ken ook geen boosheid meer. Er is gewoon geen boosheid. Ik heb echt wel eens met Ruud een meningsverschil, maar echt boosheid,
Als ik boze mensen zie, dan stuur ik ze vanuit mezelf, stuur ik ze liefde. Want dat is eigenlijk hetgene wat ze nodig hebben. Dus dat is de verandering. Ook weer in die liefde. En ik zeg wel eens, ja, ik zeg wel altijd ook heel reëel van die bak met liefde die ik heb. Maar als ik blijf heel aards, want als ik naar de kassa ga bij Appie Heijn, dan moet ik toch echt zelf mijn boodschap afrekenen. Daar kom ik niet ver mee met die bak met liefde. Dus ik zie dat mensen het druk hebben, gejaagd zijn. We moeten dit, we moeten dat. Om geld te genereren, om dingen te kunnen kopen. Dat is voor mij weggevallen. Goed is goed. Wij hoeven geen dure spullen. Het gaat om de rijkdom die je hebt met elkaar. Met het gezin, met de kleinkinderen. En dat is weggevallen. Als ik ook mensen zie dat met weer een nieuwe auto of nog een groter huis of iets. Dat ik denk, ik snap het wel, hè, want ik heb dat ook wel ervaren. Van, dat hebben ze nodig om dan gelukkig. Maar het geluk begint al 's ochtends bij het wakker worden. Hè? Dat zijn de kostbare momenten en die maak ik heel bewust mee. Die voel ik elke dag weer. Het is niet zomaar een lunch met een vriendin. Nee, het is de liefde, de mooie gesprekken. En dan maakt het niet uit als zit je in een snackbar of als zit je in een duur restaurant. Het gaat om... Gisteren zagen wij juist nog in... We liepen in Gent. En toen zaten er een jong stel aan de waterrand met een doos met een pizza. Die vielen mij op. Die zijn intens gelukkig. Die zitten daar lekker samen in hun cocoon. Terwijl andere mensen allemaal bij restaurants zitten of cafetaria of... En dat zijn de dingen die mij opvallen tussen zoveel honderden mensen. En dat, ja, dat vind ik prachtig. Ik vond spiritualiteit voor mijn bijna doodervaring wel heel interessant. Dat wel. En iets wat ik heel frappant vind is dat ik... Ik was fotograaf. Ik had een eigen bedrijfje, liep goed, volle agenda. En ik zat van Michael Pilacci, zat ik op een gegeven moment, keek ik een seminar. We lagen in bed nog, 's ochtends was het op een zondagochtend. En ik zeg tegen Ruud, kijk je mee? Nou, wij volgden dat. En die sprak de zin uit. Als je van binnen een diep verlangen hebt, streef het na. En die zin, die kwam zo bij mij binnen. En ik kijk Ruud aan en ik zeg, ik ga stoppen met mijn bedrijf. En die zat me aan te kijken van, wat is dit? Ik zeg, ik moet stoppen. Nou ja, hij zegt, hoe zie je dat dan voor je? Ik zeg, dat weet ik niet. Ik zeg, maar ik merkte tijdens fotoshoots wat ik had. Mensen zijn kwetsbaar voor de camera. Hè? En dan zei ik altijd, het is aan mij de taak om je er mooi op te krijgen. Hoe lang duurt een shoot? Dan zei ik altijd, weet ik niet. Net hoe lang we nodig hebben. Dus ik kreeg ze altijd prachtig op de foto. En ik merkte dat die gesprekken tussendoor, die vond ik interessant te worden. Dus toen zei ik, nou, ik weet het niet, misschien maatschappelijk werk of zoiets. Dat ik zoiets ga doen, daar zou ik opleiding voor moeten volgen. En dit is heel bizar, want op de dag af is het 3 maanden voor mijn hartstilstand. En ik heb de hartstilstand gehad en Ruud heb iedereen af moeten bellen, want ik was ook niet meer in staat om mijn fotocamera te bedienen. Dus ik ben versneld. Ik zei, want ik had eerst met hem afgesproken. Ik maak mijn afspraken die nog staan, bruiloft en dat soort dingen, maak ik allemaal nog af. Dat is wel netjes, maar ik neem niks nieuws meer aan. Nou ja, totdat ik exact op de dag af, 3 maanden. Dus dan denk ik, het lijkt wel of dat al daarvoor in gang is gezet. En wat doe ik nu? Ik mag nu mensen coachen. Dus ja, dat vind ik fantastisch. Ik heb een boek geschreven omdat ik voor mezelf de behoefte had. Dit was zoveel. Het was anders dan alle andere ziekenhuisopnames en operaties. Het was zoveel dat mijn leven verandert.
En ook omdat ik het gevoel heb van, ja, wat mij werd gezegd, die taak, je moet die onvoorwaardelijke liefde. Ik heb het gevoel dat ik het moet naar buiten. Want de mensen die op mijn pad zijn gekomen daarna, die mag ik een stukje van die liefde laten voelen. En soms is dat door eventjes een half uurtje met ze te praten of een telefoontje. Dus toen dacht ik, als ik het nou in een boek verwoord, ik ben altijd al in de agendaatjes, is een soort dagboekje. Dus dat was makkelijk, die kon ik erbij pakken. Heel veel hulp aan Ruud gehad natuurlijk, want ik had dat zonder hem nooit kunnen doen. Hoe dingen. En ja, vooral dat gevoel erin. Ik zeg ook altijd, het moet geen ingewikkeld boek. Het is precies wie ik ben. Geen ingewikkelde taal. En ik krijg heel veel mensen die zeggen, Katja, het is net of je naast me op de bank zit en dat je het voor zit te lezen. Nou, dat vond ik een mooi compliment. Ik denk dat iedereen dit mee gaat maken. Maar niemand haalt dit gevoel bij mij weg. En dat merken ze ook altijd aan me. Maar het mag er wel zijn, tuurlijk. Daar respecteer ik iedereen in. Dus dat, ja, prima. Maar niemand krijgt dit gevoel bij mij weg. Die onvoorwaardelijke liefde die ik in me heb, die ik mee heb mogen nemen, die ik bewijzen van 's ochtends als we het gordijn open doen, een randje licht zien, kan ik zielsgelukkig zijn. Terwijl een ander gewoon, ik moet weer dit, ik moet weer dat. Dus dat, ja, allesomvattende liefde. Vaak vragen mensen, is het een geloof? En dan zeg ik, het hangt daar nog boven. Die rust, zachtheid, geen boosheid, het is, ja, het is ook niet te omschrijven. Het is het niet. Zag wat er gebeurde qua emotie als ik daar weer, hè, dat gevoel. Het enige wat ik denk, oh, ik mag het nog een keer meemaken. En ik wil 100 worden. Maar als ik over een maand kom te overlijden, ja. Fantastisch. En ik wil oud worden, hoor. Laat ik dat wel zeggen. Het leven is veel te leuk.